Niet vaak kwamen zoveel mensen af op een commissievergadering van de gemeente Schouwen-Duiveland. Niet minder dan 12 burgers wilden tijdens de vergadering het woord voeren. Op de agenda stond het plan om 4 windmolens van ruim 140 meter hoogte te bouwen aan de zeedijk bij Zierikzee. Wat wij in deze tijd hebben ervaren is dat mensen geen enkel idee hebben hoe groot deze molens worden. 141 meter hoog. We hebben de mensen dat geprobeerd duidelijk te maken met visualisatie in een aantal dagbladen. En daardoor hebben we heel veel reactie gekregen. En we merken dat er steeds meer verzet komt tegen dit kleinschalige plan. Met respect vanuit een ondernemer, maar zo'n klein parkje is niet meer van deze tijd. De politie weet nog steeds heel weinig over het privéleven van Henry Meijer. De 55-jarige fotograaf werd vorige week om het leven gebracht in zijn woning in Sint Maartensdijk. De politie zoekt mensen die meer kunnen vertellen over het leven van Meijer. De rechercheurs willen vooral graag weten hoe hij was en met wie hij omging. Nog 2 dagen en dan barst het Concert at Sea-feest weer los op de Brouwersdam. De 40.000 bezoekers kunnen zoals altijd weer het nodige spektakel verwachten. Bovendien wacht ze dit jaar een primeur. Het meest opvallende dit jaar is dat het Cover at Sea-blokje, waarbij Bluff natuurlijk als coverband op hun eigen feestje speelt. Daar hebben ze heel veel zin in. Ook Anouk heeft er zin in. De zangeres is meestal kieskeurig, maar zei ja tegen Concert at Sea, waar ze voor het eerst zal optreden. De Dijk, Ilse de Lange en Jacqueline Govaert stonden al eerder op het grote podium. De vijver is niet zo heel groot. En gelukkig hoeven wij het op constatie niet alleen meer van de programmering te hebben. Je ziet ook dat mensen 2 dagen komen om gewoon een leuke tijd aan zee te hebben. Concert at Sea begint vrijdag om 4:30 's middags. Vijftig ondernemers in Borselen maakten een ritje op een Solex. De bedoeling was om alrijdend te netwerken. Is het een beetje goed zaken doen hier op de Solex? Uitstekend, uitstekend. Het gaat prima. Heeft u een paar goede business deals gedaan? Dat komt nog. We zijn er nog niet.